Goeiemorgen allemaal. Dank je dat je aangeskakel het vanmorgen. Ik hoop het gaan goed met jullie allemaal. Vanmorgen lees ik uit Galasiërs 6 en ik lees van vers 7 af wat sê: Moet niet jezelf mislei nie. God laat niet met hem spot nie. Wat een mens saai, dit zal hij ook maai. Of dit zal hij ook oes, sê sommige vertalings. Dit sê dat wat ook al ons oes in ons hand is, zal ook wees dit wat ons op een stadium in ons levens gesaai het. Ek sê vir iemand, weet jy, jy kan aanhou om die hele erf vol suurlemoenpitte te saai en dan verwag, daar gaan een mangoboom opkom. Dit gaan nie gebeur nie. Dit wat jy saai, dit is ook wat die oes gaan voortbring op die einde van die dag. En in hierdie tyd het ons een guldige geleentheid om in ander mense se lewens in te saai, maar ook om te onthou dat elkeen van ons een oes gaan inkry. En wanneer ons slechte goed saai, gaan ons natuurlijk slechte goed oes, maar wanneer ons goeie goed saai. En dit is wat ons als christenen doen. Ons saai die goeie in mense se lewens. Weet jy wat? Ons sien het nie nou nie. Maar ons saai dit, zodat ons een goeie oes kan inbring. Wanneer ons op daai plek kom, wanneer die oes inkom, sien ons dat dit wat ons gesaai het, bring iets voort. So ons gaan nie aanhou om een situasie negatief te beïnvloed, negatief in te saai nie, want dis wat ons dan gaan terugkry, dit is die oes wat ons gaan kry. So kom ons vandag, dink aan iets wat ons positief in ander mense se lewens kan insaai, een positieve oes wat ons dan ook gaan terugkry. En weet jy, ons kan goedheid saai, ons kan liefde saai, ons kan een vriendskap saai, ons kan wat ook al ons in ons lewens kort. Weet jy, net iemand wat ook omgee oor jou, saai dit aan ander en ons gaan dit weer terug oes. So kom ons saai korrek vandag, laat ons ook dan een goeie oes kan terugkry. Kom ons bid saam. Heer, ek bid vanoggend vir elkeen wat kyk. En Heer, mag ons hierdie dag goeie goed in ander mense se lewens insaai. Mag ons saai dit wat ons ook in ons lewens wil oes, dat dit een goeie oes sal voortbring. Laat dit wat ons in ons hand het, ook aanneemlik sal wees vir jy. Heer, ek bid vir elkeen wat kyk so. In Jesus Christus naam. Amen.